en jullie kijken naar deze video. Vandaag neem ik jullie terug mee naar de gym. Deze keer voor een back workout. En deze dame hier gaat jullie uitleggen wat ik allemaal aan het doen ben, de oefeningen uitleggen en zo verder. Vandaag draag ik booty tools, vanaf 1 september verkrijgbaar. En hieronder heb ik Gymshark, dus een Gymshark set. En let's go! Oké, mensen, welkom bij deze voice-over. Ik ga met jullie deze back workout overlopen. Ik heb hier mijn trainingsschema bij me. Ik ben eigenlijk begonnen met een opwarming van mijn schouders en eigenlijk een stretch van mijn borstspier. Waarom? Ik raad dat iedereen aan die heel veel achter een computer zit of heel veel gewoon neerzit in het algemeen, om echt uw borstspier goed te stretchen, want die verkort heel snel. Dus deze opwarming is daarvoor en voor heel uw rotator cuff ook heel goed. En die doe ik in combinatie met een soort van activatie opwarming voor, heel gemakkelijk gezegd, van de anatomische benamingen, de achterkant van onze schouders en eigenlijk echt onze bovenrug. Heel belangrijke kleine spiertjes daar die we opwarmen, die ook heel vaak vergeten zijn, maar heel belangrijk zijn voor uw posture. En dan de eerste oefeningen die we gaan doen, dat zijn pull-ups. En waarom doe ik die helemaal in het begin? Omdat uiteraard tegen het einde van mijn rugworkout ben ik al helemaal moe. En ik ben helemaal niet zo goed in pull-ups, zoals je kunt zien. Nog enorm, enorm veel verbeterruimte. Maar ik doe 1 brede set, dus een overhandse grip. En dan doe ik 2 sets, een smalle grip, dus een onderhandse grip, zeg maar. En probeer ik gewoon 3 sets zoveel repetities te doen dat ik kan. En als ik niet meer kan, dan doe ik de laatste rep. Dan spring ik op en laat ik mij negatief zakken. En raad ik ook iedereen aan om te doen om uw pull-ups beter te maken. Dan de volgende oefening is de single arm row aan de cable and machine. Hier heb ik 3 sets gedaan met een redelijk zwaar gewicht. De laatste tijd probeer ik eigenlijk echt redelijk zwaar te gaan qua rug, omdat ik het gevoel heb dat dat mij nu op dit moment meer helpt. Maar vind je meer reps en minder gewicht leuker? Uiteraard, do what you have to do. Zolang je maar met progressive overload traint, is dat allemaal in orde. Probeer bij deze oefening met je schouder echt goed veel naar voren te gaan, dat je echt een grote range of motion hebt. En ik draai ook een klein beetje mee naar achter als ik aan het trekken ben. Niet extreem mee naar achter, alleen niet extreem mee roteren, want dan gaat er meer ook je core werken dan eigenlijk effectief je rug. Dus ik heb 3 sets gedaan met 27 kilo en mijn eerste 2 sets waren 12 reps en mijn laatste set waren 10 reps. De volgende oefening is eigenlijk een superset. Heb je geen plaats voor deze superset te doen, geen probleem, doe die dan maar gewoon apart. Ik heb tijdsgebonden voor een superset gekozen. En hier doe ik eerst een lat pushdown. Ik noem dat pushdown. Dat noemt volgens mij straight arm like lat pull of zoiets. Maar ik noem dat lat pushdown. Don't blame me. Doe ik meestal 3 à 4 sets. Meestal 4 sets, vandaag heb ik er maar 3 gedaan. 1 superset met een high pull. Ik weet ook niet meteen hoe ik het best benoem. Maar het is eigenlijk een heel belangrijke oefening voor het midden van je bovenrug te trainen. Dus eigenlijk je midden en je lage trapezium. Dus de traps. Iedereen kent die bovenste traps wel, maar je hebt ook de middenste en de lagere. Dat traint deze spieren
En daarnaast ook heel belangrijke kleinere spieren aan de achterkant van je schouder. En die daar eigenlijk onder lopen en naast lopen. Dus een heel belangrijke. Deze zet eigenlijk uw lats compleet uit. Ik weet niet hoe ik het moet noemen. Maar dat zorgt ervoor dat uw lats helemaal niet meer meewerken. En dat echt enkel uw bovenrug werkt. Want je gewone row bijvoorbeeld, als je echt volledig zo gaat en je ellebogen zijn eigenlijk lager dan je schouders, dat is veel lager dan je schouders, heb je sowieso een heel groot deel lats mee. Dat is een fout dat heel veel mensen maken. Denken rows is enkel bovenrug. Nee, rows zijn eigenlijk ook deels lats. Dus alles met je ellebogen hoger dan je schouders, of ongeveer ter hoogte van je schouders, dat is pas echt isolatie voor bovenrug. Dus dat is wel een hele belangrijke. Dus die superset heb ik dan 3 keer gedaan. Meestal, again, zoals ik zei, 4 keer. En dan ben ik doorgegaan naar een neutral drip. Let pull down. Jullie zien dat ik naar een andere plaats ben in de gym. Dit let pull down toestel was heel heel hard aan het tegentrekken. Was helemaal niet goed ingesmeerd. Niet goed geolied. Dat trok heel erg tegen. Dus jullie zullen straks zien dat ik naar een andere let pull down machine ga. Maar ik doe dus een neutral grip met 2 losse hendels. Ik ga hier ook tot veler. Ik ga hier heel zwaar ook weer, omdat ik mijn lichaam dat nodig heeft om een progressie te boeken. Om mezelf even heel goed uit te dagen. Zet je langs de andere kant een beginner of je wilt een andere manier toepassen, geen probleem. You do you. Maar ik ben mezelf daar nu in aan het uitdagen met progressive overload qua gewicht. En zoals jullie zien doe ik hier een dropset. Dus ik kan niet meer, ik krijg hem echt niet meer naar beneden. Dan steek ik 1 gewicht minder en dan maak ik mijn set af. Ik heb hier 2 sets van 12 reps. Maar ik heb die 12 reps dus behaald door een dropset te doen. Dan, daarna doe ik een lat pull down, maar met een normal grip. Dus met een gewone brede grip. Maar ik neem hem niet extreem breed vast. Dus ik neem hem ook wel nog redelijk smal vast. Daarbij heb ik ook 2 sets gedaan. Ook weer van... nu deze keer had ik zwaarder genomen dan vorige keer. En heb ik 10 reps gedaan, omdat ik die laatste, die 10e, al heel moeilijk helemaal beneden kreeg. Dus besloot ik het bij 10 te houden. Was ook progressive overload tegenover de week ervoor, want ik had meer gewicht. Dus dat waren ook 2 sets. Dus de smalle pulldown 2 sets, de brede pulldown 2 sets. Heb je soorten pulldowns, eigenlijk dus 4 sets in totaal. Maar ik ben geëindigd met een andere superset. Meer ook voor ook weer mijn bovenrug, maar ook voor mijn achterkant schouder. En ik heb eigenlijk een superset, mijn oefening puur voor mijn schouders. Waarom? Ik heb 2 upper body dagen in de week, 1 rug, 1 schouders. Maar ik wil zowel op mijn schouderdag ook minstens 1 oefening rug doen. En op mijn rugdag minstens 1 oefening schouders. Omdat het goed is om die meerdere malen per week eigenlijk te gaan activeren. Dus ik heb hier gekozen voor een superset met een Around the World. Ik weet niet of het effectief zo noemt, ik denk het eigenlijk wel. Maar grapje aan. Dus ik heb een face pull gedaan en met de touw zie je gewoon dat je ellebogen goed hoog zijn en dat je eigenlijk richting je oren ongeveer trekt. Zie dat je niet na een tijd gaat verlagen, maar dat je mooi goed hoog blijft. En dan supersetten met Around the World. Zie je dat je je armen niet uitlokt, maar dat er altijd een heel klein stukje gebogen is in je armen of je krijgt last van je ellebogen.
Ook weer een uitdagend gewicht. Ik heb hier 4 supersets gedaan. De face pull met 34,3 kilo voor de eerste 3 sets van 12 reps. En around the world heb ik al mijn sets met 4 kilo gedaan. De eerste 3 sets ook 12 reps. En dan de laatste set heb ik 32 kilo bij de face pull, 12 reps en 4 kilo. Voor de around the world, maar dan voor 10 reps. Zo, dat was dan mijn rugworkout. Soms doe ik dan ook buikspieren daar achter en als ik dat doe, doe ik de wood chop of doe ik de weighted ab crunch, cable crunch bedoel ik, cable crunch of de leg raises, hanging leg raises doe ik dan. Maar ik heb nu onlangs, eergisteren denk ik, of gisteren, mijn buikspierles gegeven in iFitness. Als jullie die buikspierles willen zien, dan kan ik gerust eens vragen of ik daar een les mag filmen. Dan kunnen jullie mijn buikspierles meedoen met mij. Dus laat mij dat gerust weten. Maar ik vond het dus nu niet nodig om nog eens mijn buikspieren aan te spreken. Dat doe ik dan wel een andere dag deze week. En dat was mijn workout. Ik hoop dat jullie deze workouts fijn vinden. Dat jullie deze voice-over, alleen mijn klein, fijn vonden. Zo ja, geef me dan alsjeblieft een like op deze video. Dus als jullie mij zouden willen helpen aan 1000 subscribers te geraken door mij te delen op jullie Instagram story of weet ik veel, dat zou super fijn zijn. Dus again, merci en tot de volgende.